Yes, we are ready. Five, seven, nine, 11, 13, 15, 20, 22. In the air. I continue. De Flying V, KLM's vliegtuig van de toekomst, heeft een succesvolle eerste proefvlucht gemaakt. Het is nu nog een schaalmodel, maar ooit moet de Flying V met honderden passagiers op pad kunnen gaan. Een modelvliegtuig die heeft de eigenschap om op bepaalde condities precies te vliegen zoals het echte toestel. Niet alle condities kunnen echt gesimuleerd worden. Maar het toestel is zo ontworpen dat het wel dezelfde vliegeigenschappen zou moeten hebben. Dus in die zin is het redelijk vergelijkbaar. Voor de ontwikkeling van de Flying V hebben KLM en de TU Delft de handen ineengeslagen. De V-vorm zorgt voor een lager brandstofgebruik. Zo'n 20% in vergelijking met de lange afstandsvliegtuigen van nu. 28. Het moment van roteren was natuurlijk voor mij als piloot een fantastisch moment. Dus we wisten, hij is controleerbaar. En eigenlijk binnen een paar seconden wist je al, we kunnen de vlucht voortzetten. Dus het was voor mij als piloot een heel belangrijk moment. KLM maakte de ontwikkeling van het toestel vorig jaar bekend, toen het nog erg goed ging met de maatschappij. Nu moet KLM afscheid nemen van 5000 werknemers en ieder dubbeltje omdraaien. Toch blijven ze geld steken in de voortgang van de Flying V. Nou, je moet natuurlijk blijven investeren in je bedrijf. Hè. We blijven ook investeren in onze klantervaring. Blijven ook investeren in biofuel. Blijven ook investeren in andere duurzaamheidsinitiatieven. Dus we passen het bedrijf aan op basis van wat er met corona gebeurt. Het is ongelooflijk ingrijpend en moeilijk voor heel veel collega's. En tegelijkertijd moet je naar de horizon kijken. Want we willen het bedrijf natuurlijk wel verder helpen. We proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. En daarvoor heb je uiteindelijk een goed product nodig en investeringen in de toekomst. De filmopnames van de TU Delft zijn van de zomer in Duitsland gemaakt. De video stopt nog voor de landing. Want die was iets minder geslaagd. Het toestel is namelijk door het neuswiel gezakt, die vervolgens afgebroken is. Wat fout ging bij de landing was een combinatie van een pilootfout. Dus ik op het allerlaatste moment dacht ik, hij staat al op de grond, dus ik duwde de neus naar beneden om te voorkomen dat hij opnieuw zou opstijgen. Maar hij was nog steeds in de lucht. Dus het was een fout dat meer door de piloot komt en niet door het toestel zelf. En dat was de reden waarom we het niet laten zien. Omdat het niet beschrijft hoe het toestel vliegt. Wat voor mij belangrijk is dat de TU heeft ons beloofd, we zullen hem laten vliegen. En uiteindelijk heeft hij gevlogen. En op het moment dat je ziet hoeveel werk eraan gegaan is, technologische stappen daarin gemaakt zijn. Ja, vind ik het heel indrukwekkend dat het gevlogen heeft. En daar zijn natuurlijk dit soort testen voor.